Dank u wel. Ja, sorry, ik weet niet of u het al gehoord had van een of andere betrouwbare nieuwsdienst. Zoals RTL Boulevard of Shownieuws. Maar ik heb twee nieuwe knieën. Ja, vandaar. Ja, ik heb die twee oude gelijk opgestuurd naar Johan Derksen. Ja, die heb ik altijd al een keer een knietje willen geven. Maar het was dus een hele operatie en moest natuurlijk in het ziekenhuis gebeuren. Dus daar heb ik gelegen. En de laatste keer dat ik daar lag, jeetje, toen kreeg ik een kind. Ja, dus dat was best een tijdje terug. Was eigenlijk ook wel grappig, want ik zei ook gelijk tegen mijn man, toen ik daar zo lag met die twee nieuwe knieën. Ik zeg, toen we een kind kregen, gaven we het een naam. Dus misschien is het ook wel leuk om dan mijn knieën ook een naam te geven. Nou, dat vond hij een leuk idee hoor. Was wel grappig. Hij zei gelijk, oh leuk. Weet je wat? Dan noemen we ze Nick en Simon. Ja, die zijn ook weer uit elkaar. Nou ja, in ieder geval, dat ziekenhuis was natuurlijk niet fijn. Weet je, die ligt niet voor je lol in het ziekenhuis. Nou ja, tenzij je natuurlijk dan die kinderen krijgt. Maar ik moet wel zeggen, het was pijn, het was narigheid, maar die morfine, die pijnstilling. Nou, ik hoor iemand zeggen, heerlijk. Maar dat is echt, dat is goed spul. Oh, daar ging ik op als een tierenlier, zeg. Ik had zo'n, zo'n pompje, dat zit dan zo ergens aan vast. En hier hangt die dan, zo'n pompje. En dan mocht ik zelf bepalen hoeveel. Dus elk kwartier ging mijn hand vanzelf omhoog. En fut, 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 en dan wauw. Wow. Ja, het is natuurlijk ook wel stom, want helemaal niets dringt tot je door. Ja, moet ik wel eerlijk zeggen, ik had geen idee. Ik weet nog, één keer kwam de verpleegster. En die zei toen, nou mevrouw Bloemen, dan kom ik straks terug met de steek. En ik dacht, wauw, biefstuk. Echt waar. Ik heb nog geroepen, doe mij maar medium rare. Toch echt. Nou ja, u begrijpt, dat was het dus niet. Het was natuurlijk geen biefstuk. Nee, het is dan, nou ja, dat wist ik ook niet. Maar een steek, dat is een soort roestvrij stalen tapasschaal. Ja. En die douw ze dan onder je kont. En daar moet je het dan op doen. En toen die verpleegster die zei ik van, nou mevrouw Bloemen, als u ons nodig hebt, dan belt u maar op het knopje. En dan komen we weer terug. En ik dacht, bel op een knopje, knop op een belletje. Ik had hem helemaal niet door. Het duurde echt voor mijn gevoel eeuwen voordat ik die gevonden had. En soms duurde het ook best lang voordat ze dan terugkwamen. Het was één keer, was het echt niet leuk. Toen heb ik echt gehuild. En dan dacht ik, wat was u nou? Ik kon u niet vinden en het knopje ook niet. Want die tapasschalen, die hebben een heel hard randje. Ja, en ik heb hele zachte billen, hè. Dus 6 uur later zag je nog waar het zat. Nou, ik was echt ongelukkig. En die verpleegster zei alleen maar, ja, mevrouw Bloemen, er zijn natuurlijk meer mensen, hè, die we moeten helpen. Nou, toen wist ik voor het eerst weer hoe het is om gewoon te zijn, zoals jullie. Ik heb zo met jullie te doen. Nou ja. Maar u begrijpt, ik lag klem. Ik kon geen kant op. Ja, je kan natuurlijk niet lopen. Je moet gewoon rustig, geduldig wachten tot het heelt. En nou ja, echt, het was afschuwelijk. En ik verlangde echt zo terug naar weer gewoon gezond zijn. Oh, ik had helemaal van die herinneringen aan dat ik 20 jaar was. En dat ik kon lopen en rennen en dansen. Oh, toen was ik hip. Ik was jong, ik was sterk, ik was heftig. Ik was links, ik was feministisch. Ik was rock'n'roll.